Hallo kijkers, tof dat jullie kijken naar deze gloednieuwe aflevering van KVO Oostende Carrière Mode. We moeten een wedstrijd spelen tegen Bradford City. Ik heb dus eindelijk mijn probleem met controller kunnen oplossen, dus ik kan weer wedstrijden spelen. Eerste wedstrijd van de competitie is een uitwedstrijd. Oh, hier hebben we al meteen een kans. Schieten. Ah, paal. En de goal. Heel erg vroeg in de wedstrijd scoren we al. Hier herhaling. Eerste paal en dan kan hij schieten voor op een doel. Op een goal, scoren. Nee, lukt niet. Een voorzet. Ah, komt niet aan. Oké. Sakala naar hem. Nu afwerken. Oh, jammer. Afwerken moet wel beter zijn. Mijn voorsprong rusten, dat is hem altijd leuk. De voorsprong is wel niet zo heel erg groot, dus we zullen wel zien of we dit in de tweede helft kunnen verdubbelen. Oh nee. Voorzetten. En, ah, dat is te ver. No. Oh, nog tegen zijn voet. Gelukkig verdedigen we goed en we verpesten weer de bal. Onderscheppen. Sakala nog eens mijn goal. Hopelijk scoort hij. Dat doet hij. 0-2. Scheid gaat bijna afluiten. Hij fluit nu af. Mooie overwinning. We staan vierde. Volgende wedstrijd is tegen Cheltenham. Ga ik ook maar spelen zeker. We spelen deze keer thuis. Oké, direct meteen een kans. Nog niet schieten. Ah, slecht gedaan. Oppassen. Tackle. Oeh, safe. En de goal. We komen op achterstand. Dat is niet goed. Ah, ik heb hem niet zo goed verdedigd. Eerst was er nog een safe, maar die was niet genoeg. Was verdedigen heel erg lastig in deze FIFA. En we staan al 0-2 achter. Ja, nu dan. Scoren. Gelijk. Ik bedoel, we staan weer nog één goal en we staan gelijk. We zijn tweede in het seizoen. Oeh, we zijn er weer. Sakala, kan je gelijk maken? Ah, dat is een goede tackle van hun. Oké. Schieten. Ja, goal. We staan weer gelijk. Dit is wel een spannende wedstrijd. Loop direct meteen naar de camera. Met 2-2 stand gaan we rusten. Misschien moet ik ook eens een wissel doen. Ja, hem erop zetten. Oh nee, tackle. Terugdraaien, pasen en scoren. Yes, we staan weer voor. Van een achterstand maken we gelijkspel. En van een gelijkspel maken we een voorsprong. Oké, dit heb je. Dit heb je. Door schieten. Oké, 4-2 gaat toch nog wat gemakkelijk. Een goede invalbeurt van hem. No. Ah, ze moest scoren nog eens. 4-3. Wat een mooi doelpunt van hun. Dit was dan de wedstrijd. Uiteindelijk winnen we dan toch. Het begin van de wedstrijd was moeilijk, maar we vochten terug. Nu een wedstrijd in die beker. En een transferbot. Ik begin met 1.6. Oh, daar gaan ze al boos mee. Ga ik gewoon simuleren. Ik heb niet echt iets te zoeken daar. Ik wil gewoon verder gaan in de competitie, winnen. Weer verliezen. Met 3-2. Ik was van plan om per maand
één video in één maand te doen, maar als ik zie hoeveel wedstrijden ik moest spelen in de maand augustus, denk ik dat ik er toch wel meerdere, twee video's ga doen over de maand augustus. Nu de wedstrijd tegen dit team. Ga ik simuleren. Oei, verliezen. De eerste verlies. Door een strafschop die we missen. Dan komt er nog een wedstrijd aan voor tegen Forest Green Rovers. Het wordt de laatste wedstrijd van de video. Dus ja, laten we hem spelen. Oké, wedstrijd tegen Forest Green Rovers. Ik denk wel dat we kans maken tegen hun. No. Weg. Bal weg. No way. Pas op. Oh. Ja, een strafschop. Een gele kaart en een strafschop. Oh, we hebben hem. Scoren. Yes, goal. Eerste goal van de wedstrijd. No. En we staan weer gelijk. Zo gaat het snel. Weer geplunderd in de verdediging. Passen en schieten. Oké, we staan weer voor. 1-2. Het was niet lang dat we gelijk stonden. Hattrick. Oh, dat maakt hij niet af. Had hij wel moeten afmaken. Oké, afwerken. Ja, een strafschop. Denk het wel. Ah nee, gewoon een vrije trap. Dat wou ik hem helemaal niet trappen, maar oké. Dit wordt misschien wel de laatste aanval van de wedstrijd, dus probeer het nog goed uit te voeren. We winnen met het kleinste verschil van Forest Green Rovers. Ik ben wel benieuwd hoeveel we nu staan. We staan derde dus, met 9 punten. Maar ik wil je hier bedanken om te kijken naar deze video. Vond je deze video leuk? Laat alvast dan een blauw duimpje achter. En dan zie ik weer terug bij een volgende video. Dus doei doei.